Vandaag, gemeente, preek ik voor de laatste keer als uw herder en leraar de geschiedenis van Jozef. Vanmorgen het eerste deel van hoofdstuk 45 en vanmiddag het tweede deel van dit hoofdstuk. Kern van het eerste deel van hoofdstuk 45 is vers 7, waar Jozef uitleggend terugkijkt op de jaren die achter hem en zijn broers en vader liggen. En daarvan het volgende zegt, vers 7 van hoofdstuk 45, doch God heeft mij voor uw liederen aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Het thema waaronder deze serie wordt verkondigd is Jozef, de behouder des levens. We letten vanmorgen allereerst op Jozefs gehoorzaamheid, op zijn roeping en op zijn werk. Dus zijn gehoorzaamheid, zijn roeping en zijn werk. Jozef breekt. Hij breekt vanwege de woorden van Juda. Niet voor de eerste keer wordt Jozef emotioneel. We zagen dat in de tijd die achter ons ligt, dat alleen al het zien van zijn broers veel met hem deed. We kunnen ons dat ook voorstellen. Als je jarenlang elkaar niet hebt ontmoet, als er zoveel gebeurd is in de jaren daarvoor, en als Jozef van slaaf onder koning is geworden van de farao, bestuurder van het machtige wereldrijk Egypte, en dan opeens die Bedouinen voor hem ziet, die buigen en knielen, en smeken om brood, om voedsel vanwege die zware hongersnood die op Egypte, op Kanaan en dat hele omliggende gebied drukt. Dat doet wat met iemand. Het deed hem nog meer dat zijn broers hem niet herkenden. Jozef zag direct wie het waren en de broers van Jozef herkenden hun broertje niet. Ongetwijfeld had dat te maken, zo zagen we ook, met de kledingstijl van Egypte en met het uiterlijke van de Egyptenaren. Egyptenaren die ze scheren en Kanaanieten en ook de kinderen van Jacob die hun baard lieten staan. Hoe het ook zij, Jozef werd daaronder beroerd, werd daaronder emotioneel, het raakte zijn hart. Maar zijn broers hadden niets door. Wat ze wel in de gaten hadden gekregen was dat deze man een harde man was. Dat bericht brengen ze ook terug als ze hun vader weer ontmoeten, dat daar op de troon van Egypte een harde man zit. Een strenge koning. Kil, koud, emotieloos. Die harde woorden spreekt. En ook zware eisen stelt. De broers moesten terug, samen met hun broertje Benjamin. En als ze dat niet zouden doen, dan zou Simeon in de gevangenis van Egypte tot in lengte van jaren blijven zuchten. En vader Jacob draalde en draalde. Totdat het niet anders meer kon. Het brood raakte op in de tent van Jacob, van zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen. En hij ging. Hij ging in op die eis van die onderkoning in Egypte. Hij liet Benjamin meegaan. Maar we zullen vanavond zien wat dat betekent voor Jacob. Als je tent leeg is. En geen zonen meer zijn. Voor de tweede keer kwamen die broers daar en Jozef werd opnieuw emotioneel. Vanwege het weerzien van zijn broers. Maar vooral toen hij zijn broertje Benjamin zag. Hoe oud zou Benjamin zijn geweest? Toen Jozef hem voor het laatst als 17-jarige jongen had gezien. Ik denk, schattend, dat Benjamin nog maar een kleuter is geweest. En hoe gaat dat? Dan misschien herken je dat wel als je zelf 17 of 18 bent. Je hebt nog een broertje of een zusje van 4, 3... 5 jaar. Daar speel je mee, daar stoei je mee, daar ravot je mee. Plaag je af en toe. En helemaal, en dat geldt dan wel voor Jozef, als je samen, Jozef en Benjamin, kinderen bent van de lievelingsvrouw van Jacob. En als je moeder al overleden is. De moeder van Jozef en Benjamin stierf in het kraambed van Benjamin. Zou dat die band tussen die twee jongens
niet ook een extra dimensie, een stevigere band hebben gegeven? Half wees, geen moeder meer. Opgroeiend in een tent vol jaloezie, tweedracht, rivaliteit. Zou Jozef af en toe ook niet zijn broertje moesten beschermen? Er daar staat Benjamin jaren later, als volwassen man voor Jozef. Geen wonder dat Jozef zich niet langer kan bedwingen, zijn emoties niet onder controle kan houden en wegvlucht, zo zagen we dat, in een andere kamer. Waar hij zich kan vermannen, kan herstellen, zijn gezicht weer glad kan strijken en die strenge blik weer in zijn ogen kan terugroepen. En zo weer als die grote, strenge onderkoning van Egypte zijn broers tegemoet kan treden. En daar staan ze nu voor de derde keer voor Jozef. Wat is er niet gebeurd onderweg? Ze dachten dat ze de buit binnen hadden. Simeon ging mee terug. Benjamin kon gelukkig weer teruggaan. Zakken vol met graan en gerst en andere goederen die nodig waren ook om te kunnen overleven. En wat een bijzondere gebeurtenis hadden ze trouwens meegemaakt in het paleis van deze onderkoning. Zittend aan de tafel van de onderkoning van Egypte. Wie valt die uur te beurt? Ze hadden veel te vertellen. En toen kwam die soldaat. Die toverde die beker tevoorschijn uit de zak van Benjamin. En in één keer konden ze wel door de grond zakken. Benjamin. Ze had het zelf gezegd. De man bij wie u deze beker vindt, die... Nou, vul het maar in. Er werd geen woord meer gezegd onderweg. Terug naar het paleis van de onderkoning. En daar stonden ze voor Jozef. En nu komt het erop aan. Hoe gaan die broers reageren op alles wat er gebeurd is? Die vondst in de zak van Benjamin. Maar vooral, geef je die broers eigenlijk wel om Benjamin? En hoe staan die broers tegenover hun vader? Want dat had Jozef wel begrepen, luisterend tussen de regels door in die ontmoetingen met zijn broers, dat zijn vader dus blijkbaar een soort onzinverhaal op de mouw was gespeld. Die broers hadden toch gezegd, er is er ook een, maar die is omgekomen. En we kunnen het niet over ons hart verkrijgen dat wanneer Benjamin iets overkomt en we zonder Benjamin terugkomen, dat we dan onder de ogen van onze vader moeten verschijnen. Het zou zijn grauwe haren, zijn grijze haren ten graven doen dalen. Zo zei zijn vader, hun vader dat. En die woorden werden meegebracht naar Egypte. En daar staan die broers. Voor de derde keer. En het is Juda die dan een stap naar voren doet. En een pleidooi gaat houden. We zagen dat de laatste keer. Het was de langste toespraak in het Bijbelboek Genesis. Zo zeiden we tegen elkaar. En wat opviel in die grote toespraak van Juda was dat hij voortdurend de relatie benadrukte, de relatie tussen vader en kinderen, tussen de broers onderling, en vooral ook tussen de broers en Benjamin. En aan het slot van dat lange betoog van Juda, en dat wil ik wel even met u lezen, om ook een aantal dingen te kunnen gaan begrijpen, aan het slot van dat betoog van Benjamin, zei deze Juda opeens iets wat nieuw was. Ik wil het met u lezen, dat zijn de slotversen van het voorgaande hoofdstuk, Genesis 44. Hij zegt dan het volgende, en ik lees vanaf vers 29. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten graven doen nederdalen. Juda citeert hier zijn vader. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en die jongeling niet bij ons is, alzo zijn ziel aan des ziels gebonden is, dus de ziel van Jacob hartelijk verbonden is met de ziel, met het leven van Benjamin, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling daar niet is, dat hij sterven zal.
En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten graven doen nederdalen. Want uw vader is voor deze jongeling, uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader ten alle dagen gezondigd hebben. Kijk, dat breekt het hart van Jozef. Dat Juda namens de andere broers zegt, ik heb gezondigd. En ik trek maar meteen een lijn door, gemeente, naar die meerdere Jozef. Als u het hart van Christus wilt verbreken, mag u dit tegen hem zeggen. Ik heb gezondigd tegen de hemel. En voor u, heb jij Jezus Christus al een keer laten wenen? Heb jij het hart van de zaligmaker al weten te verbreken? Heb je Christus ogen gezien? Vol tranen, liefde en ontferming. Heb je meegemaakt hoe hij overweldigd werd door de ontferming die opwelde in zijn hart? En dat niet alleen u brak, ik heb gezondigd. Maar ook dat hij brak. Daarom kan Jozef zich niet langer meer bedwingen. Al die mooie verhalen zijn nu verdwenen als sneeuw voor de zon. Die smoesjes, die verontschuldigingen, dat wegdraaien. Klein maken. Juda zegt, we hebben gezondigd. We kunnen dan onze vader niet meer onder ogen komen. We weten dan niet meer hoe het goed moet komen. En ik heb een belofte gedaan. Als het door mijn schuld uit de hand loopt en misgaat, dan ben ik daar verantwoordelijk voor. En dan zal ik de gevolgen daarvan ook dragen. Bekering, gemeente, zit hem dus niet in grote woorden. In de ontmoeting met Christus, als je voor de eerste keer hem mag ontmoeten in het gewaad van het woord, mag ik het maar eens heel eenvoudig zo zeggen, is niet zo spectaculair als dat je hier en daar ook wel eens hoort. Maar in die ontmoeting worden maar een paar woorden gezegd. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard, uw kind genaamd te worden. Woorden die worden weggekust, worden weggedrukt, worden omhelst en worden bedekt door de gerechtigheid van Jezus Christus. En wat overblijft is wat we hier zien. Verbazing, verwondering, blijdschap en het niet kunnen geloven. Dat het echt waar is. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Jozef zet alle bedienden de deur uit. Hij wil alleen zijn met zijn broers. En ik stip het heel even aan, gemeente. Zien we hier ook niet iets oplichten van wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren?
Als de meerdere Jozef zich bekend zal maken aan zijn eigen broers, en ik doel nu op de bekering van het Joodse volk van Israël. Paulus benoemt dat een mysterie, iets waar wij geen grip op kunnen krijgen. Hoe Christus Jezus zich dan zal openbaren als de verlosser en middelaar van het Joodse volk. Ik denk zelf al luisterend naar de geschiedenis, maar ik tast met u ook vooruit in de schaduw van de toekomst, dat dat een gebeurtenis zal zijn waarin de Heere de heidenen erbuiten zal laten staan en op zijn eigen soevereine wijze zich bekend zal maken aan zijn volk Israël. Meerdere Jozef, doet allemaal van mijn uitgaan. Wat zal dat een moment zijn, hè? Als Jezus Christus zich onthult, openbaart als de verlosser van Sion, zijn volk Israël bekend zal maken met hem die zij doorstoken hebben, over wie zij zullen rouwklagen als met een bittere rouwklagen, en tegelijkertijd zich ook in hem zullen gaan verblijden met een eeuwige, onuitsprekelijke vreugd. Jozef zet al het personeel eruit en hij openbaart zichzelf één op één persoonlijk achter gesloten deuren aan zijn broers. Ze kunnen het niet geloven. Maar Jozef gaat dan uitleggen wat er gebeurd is in al die jaren die achter hem liggen. En voordat ik daar even met u naar ga luisteren, gemeente, wil ik eerst maar eens even een hele eenvoudige, simpele vraag stellen. En dat zou me niet verbazen als die vraag hier en daar ook al eens een keertje gerezen is bij u of bij jou. Waarom moet het allemaal zo omslachtig gaan? Als deze Jozef onderkoning van Egypte is, als hij beschikt over het volledige wagenpark van Egypte, als hij aan het hoofd staat van de geheime dienst van de farao, en er was toen ook al een soort geheime dienst, als we weten dat in het land Kanaan bijna iedereen elkaar wel kende, en zeker die vreemdelingen, tent van Jacob, daar hing zo'n sfeer omheen. De geschiedenis van Sichem, andere gebeurtenissen. Het was toch voor Jozef een koud kunstje om tegen een van zijn soldaten te zeggen: organiseer even een tocht. Zoek mijn vader op in Egypte en haal hem op en breng hem hier. Waarom blijft Jozef op zijn troon zitten? En waarom blijft hij wachten? Kon hij van tevoren weten wat er allemaal ging gebeuren, dat die broers door de honger gedreven uiteindelijk toch zich zouden melden in Egypte? En had hij van tevoren al de garantie dat ze uitgerekend bij hem zouden aankloppen en niet bij de andere posten die her en der in Egypte waren opgericht om de Egyptenaren en de andere volkeren te kunnen voorzien van eten? Dat heeft Jozef toch niet in de hand? Dat kan hij toch niet organiseren? Hoe kan het dan dat deze Jozef blijft zitten en blijft wachten? Heeft hij alles al van tevoren kunnen voorzien? Heeft hij kunnen organiseren wat er is gebeurd? Waarom greep Jozef niet veel eerder in? En waarom moest het zo lang duren? En waarom zo omslachtig? We zien hier, gemeente, op dit moment in de geschiedenis van Jozef een trek naar boven komen, waarin Jozef allereerst een type is van de ware gelovige. Het ware geloof wordt gestempeld en gekenmerkt door oprechte gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Gods belofte. En met die belofte zette de geschiedenis van Jozef toch ook in. Dat had de Heere twee keer toe door een droom aan Jozef verkondigd. Dat zijn broers zouden naderen tot hem, buigen voor hem, omdat hij koning zou zijn. En niet alleen zijn broers, de hele familie daarachter. Dat was wat God had gezegd. Er komt een moment dat je broers zullen komen, naderen en buigen.
Misschien is het je al opgevallen hier in deze geschiedenis. Tot 3 keer toe zegt Jozef tegen zijn broers, nader tot mij. Hij komt niet van zijn troon af. Hij rent niet zijn broers tegemoet. Hij valt Juda niet bij de deur om de hals wanneer hij voor het eerst zijn neus laat zien. Hij blijft zitten. En pas na de 3e keer als die broers naderen tot hem, komt Jozef tot hen. Het ware geloof, gehoorzaamt ten alle tijden Gods belofte. Hoe de Heere die belofte zal vervullen, dat is aan hem. Het geloof klampt zich vast aan de betrouwbaarheid van God. Mag ik dat verschil even zichtbaar laten maken, gemeente, met die geschiedenis van die grootvader, overgrootvader van Jozef. Ook hij had toch een belofte gekregen, namelijk dat de Heere aan hem en zijn vrouw een kindje zou geven. En net als Jozef moest hij wachten en wachten totdat God die belofte zou vervullen. En net als Jozef kwam Abraham en Sara in een onmogelijke situatie terecht. Jozef in de gevangenis, nog eens een keer vergeten door de schenker. En Abraham en Sara werden te oud om naar de mens gesproken een kindje te krijgen. En toen ging Abraham en Sara redeneren. God heeft die belofte, zo zei Sara, Abraham toch aan jou gegeven. Jij zou een zoon krijgen. Is het dan ook niet gewoon uit te leggen dat je een zoon verwekt bij je bijwijf Hagar? Dat past in onze cultuur. Dan zondigen we niet tegen de wetten van onze tijd. We adopteren het jongetje. Dat kan volgens de wetgeving van die dag. En dat is jouw zoon. We worstelen al zoveel jaren met die belofte. En we hebben toch ook onze eigen verantwoordelijkheid. We doen dan iets raars. Misschien helpen we God nog een handje mee. En tegenover die geschiedenis van Abraham, waar het geloof op een gegeven moment het onderspit gaat delven tegenover het ongeloof. Maar vertrouwen verdwijnt en redeneren voor in de plaats komt. Waar de verwondering wordt ingeruild voor een conclusie. En waar niet meer God alleen alle eer ontvangt. Maar ook Abraham iets moet doen om die belofte te kunnen vervullen. Tegenover die zonde van Abraham staat de gehoorzaamheid van Jozef. Hij blijft zitten op zijn troon. Niet lijdelijk, passief. Maar in het kinderlijk vertrouwen dat God op zijn eigen wijze die belofte zal vervullen. Zoals het hem behaagt om die belofte te vervullen. Kijk, daar hebben we nou de blanke schoonheid van het ware geloof. Dat laat het heilig allemaal aan God over. Dat is niet alleen nodig, gemeente, om dat geloof zo te leren beoefenen in de omgang met de zaligmaker en in het leren kennen van een drie-enig God. Dat laten we maar met een gerust hart aan de Heer over. Hoe hij zichzelf bekend maakt. Op welke manier en onder welke gebeurtenis. Maar we hebben dat ook nodig als het gaat om het leren vertrouwen op Gods zorg in het dagelijks leven. Zoals dat prachtige gelied zegt, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Ik zeg het zo heel eenvoudig, gemeente, vanaf de kans. Maar ik hoop dat u met mij het ook kan zeggen, wat is dat moeilijk. Op die plaats blijven zitten. Het aan God overgeven. Want wat betekende dat voor Jozef? Een gevangenschap.
laster bij Potifar, vergeten worden door de schenker, onderkoning worden van Egypte aan een heidenshof en nog steeds jarenlang niets horen van je broers en van je vader. Op Gods tijd dus wachten, het aan hem overlaten. Het tweede, en dan zitten we vervolgens ook in ons tweede punt. Het tweede wat ons opvalt als we kijken naar de gehoorzaamheid van Jozef, is dat Jozef hier ook het type is van de Heere Jezus Christus. Zien we hier op dit moment ook niets oplichten van de gang die de zaligmaker onder ons mensen hield? Wat had de Heere Jezus Christus dan alleen Gods belofte? En is het niet waar wat de Bijbelschrijver ergens in het Nieuwe Testament zag, dat hij het lijden heeft verdragen, ziende op de vreugde die hem was weggelegd. En dat hij voortdurend ook op die belofte werd beproefd, verleid werd. Heel concreet in de verzoekingen door de duivel in de woestijn, op het tempeldak en op andere plaatsen. Maar ook is het dagelijkse omgang onder de mens, het pad van Christus onder ons, onder de mensen, werd afgebakend door de belofte van de Vader tot de Zoon. En het enige wat de Zoon had, was de belofte van die Vader. De belofte dat de Vader hem zou verhogen door lijden tot heerlijkheid. Zo bewees Jezus gehoorzaamheid. En leerde hij gehoorzaamheid uit hetgeen hij heeft geleden. Hier zien we een overeenkomst tussen de gang die de borg maakt tijdens zijn leven en de gang die Gods kinderen leiden door dit leven. Gehoorzaamheid leren door het lijden. Onder het kruis. In beproevingen. Tijdens aanvechting. En wat hebben we dan die borg nodig? Hè? Want hoe vaak struikelen we niet? Glijden we uit? Kiezen een dwaalweg? Wat is het evangelie wat dat betreft ook compleet? Het houdt ons niet voor, niet alleen voor, dat wij wandelen moeten, brief van Johannes, zoals hij gewandeld heeft. Maar het houdt ons ook voor dat hij de goede herder is. Die dwalende schapen opzoekt, opraapt, draagt en thuisbrengt. Hier is Jezus' gehoorzaamheid zo totaal anders dan de gehoorzaamheid van de gelovigen. Hier is Jezus' gehoorzaamheid een borgtochtelijke gehoorzaamheid. Hij beoefent die volkomen gehoorzaamheid in de plaats van zondaren, maar ook ten behoeve van zondaren. We ontlenen onze kracht om te volharden, toch alleen aan hem. In onszelf zijn we toch zwak, nietig, kwetsbaar en sterven we elke dag weer opnieuw. Onze kracht ligt toch alleen maar in het rusten, in deze gehoorzaamheid van de zaligmaker, in het gedragen worden door zijn doorboorde handen, in het overgeven aan zijn leiding door het leven. In het vertroost worden door hem, die net als wij alle beproeving en verleidingen heeft doorstaan, doch zonder zonde. Maar hij weet ook wat die beproeving en die verleidingen betekenen. Hij kent de pijn van de aanvechting. En hij weet van de zuigkracht van die verleidingen. En daarom is hij in staat om ons in onze zwakheden te hulp te schieten, te dragen, te lijden en te vertroosten. Werp uw leven in zijn armen. En u wordt behouden. Maak er een stap naar het tweede punt.
Want ondertussen geeft Jozef gemeente ook een uitleg. Kijkt u even met me mee naar vers 7 over wat er allemaal in die achterliggende jaren gebeurd is. Ik lees het vers even in zijn geheel. Daar staat: door God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde. Een overblijfsel te stellen op de aarde. Daar struikelen veel mensen over en ik struikelde in eerste instantie ook over die woorden. En u kunt het misschien ook begrijpen als u verschillende Nederlandse vertalingen eens een keertje naast elkaar legt, en zult u zien dat die vertalingen hier bij dit vers uit elkaar gaan. Iedereen worstelt met die uitdrukking, om een overblijfsel in leven te stellen. Er is een vertaling die zegt, je moet die woorden zo lezen, namelijk dat Jozef de broers voorhoudt, voor de rest van jullie leven sta ik ervoor in dat je in leven blijft. Kom hier naar Egypte, hier is voedsel genoeg. En jullie krijgen trouwens ook nog eens een keer een bijzondere positie als familie van mij, onderkoning van Egypte. Ik zorg ervoor dat het jullie elke dag aan niets zal ontbreken. Zo zou je inderdaad de woorden die hier staan ook kunnen lezen en vertalen. Er is een andere vertaling en daar wil ik het eigenlijk maar bij voegen, die zegt: let op wat hier gebeurt. Er staat hier een bijzonder woord, overblijfsel. Een rest. En dat woord overblijfsel, rest, dat is in het Oude Testament een kernwoord. Het komt maar 2 keer voor in Genesis, namelijk hier. Maar lopend het Oude Testament dijt dat woord zich steeds verder en breder uit. En vooral onder de profeten, Jesaja en Jeremia, komen die woorden terug. Dat de Heere uit de ballingschap een rest zal doen terugkeren naar Zion. Midden in dat oordeel en in dat gericht, wat het volk door eigen schuld en zonde over zich heen heeft geroepen, staat God garant, staat de Heere ervoor in, dat Hij een rest zal terugbrengen uit de ballingschap naar het beloofde land. Waarom? Omdat God dat wil. Omdat Hij in zijn verkiezende liefde, in de donkere nacht van oordeel en gericht, wil dat genade het laatste woord heeft. Als we tegen die achtergrond eens even kijken en luisteren naar de geschiedenis van Jozef, dan vallen denk ik wel een aantal puzzelstukken eens op hun plek. Want midden in die hongersnood die over Kanaan kwam te liggen, kwamen die broers steeds meer klem te staan. En toen hun vader voor het eerst zei, zeg, ik snap niet dat jullie al lang je koffers hebben gepakt en naar Egypte zijn afgereisd, sloeg hun hart 3 keer om van schrik. Egypte, dat heeft te maken met Jozef. En ik geloof niet, gemeente, dat ze huppelend naar Egypte zijn gegaan, maar met lood in hun schoenen, denkt u ook niet? En toen het allemaal gebeurde daar aan het hof, denk even aan die tweede ontmoeting met Jozef, toen die broers terugschakelden naar het Hebreeuws en Jozef dat kon volgen. Toen zeiden ze tegen elkaar: God bezoekt ons, vanwege die zonde. En toen dat de 3e keer werd overgenomen in hun zonde belijdenis, Juda namens zijn broer sprak: we hebben gezondigd. Maar wat blijft er dan over? Wat bleef er over toen jij door de knieën ging en voor de Heer het moest uitspreken: ga niet met mij in het gericht. Want voor u kan ik niet bestaan. Dan blijft toch het oordeel over, of niet? Dan leer je toch in je belijdenis je handtekening zetten bij dat kruis. Dat God in zijn recht staat. Als hij je laat liggen. In je eigen verlorenheid. In je eigen schuld. Dan wil ik je God in zijn rechtvaardigheid. Dan doe je daar niets van af. Omdat je God wil eerbiedigen.
en hem geen kwaad wil toeschrijven, want jij hebt gezondigd en niet een ander. En nu gaat Jozef spreken en hij legt uit hoe dwars door die zonde van zijn broers God zijn raad volvoert. We zien dat eigenlijk op een andere manier ook terugkomen in het Nieuwe Testament. Als Petrus op Pinksteren tegenover die scharen staat, dan zegt hij ook die twee dingen. Gij hebt gezondigd. Jullie hebben hem gekruisigd. Maar God. God heeft hem verhoogd. En daarom kan Petrus vanuit de verhoogde Christus die zijn geest uitstort op dat moment ook de deuren van de voorraadschuren van de hemel wagenwijd openzetten. En daarom kan Petrus ook op dat tempelplein een onvoorwaardelijk evangelie verkondigen tegenover de moordenaars van Jezus uit Nazareth. En dat verklaart ook waarom Jozef tegenover die broers zich zo kan opstellen. Hij stapt niet over de schuld heen. Dat komt later. Maar als eerste laat hij dwars door al die jaren heen zien wie God is geweest in zijn ontfermende, verkiezende liefde. Wat zij ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gekeerd. En daarom zit hij daar op die troon. Om tegenover de zonde van zijn broers Gods onbegrijpelijke genade en liefde te stellen. Die machtiger, heerlijker, groter is dan de schuld van deze jongens. Ik zeg niet, gemeente, dat dat bij de eerste ontmoeting met de Heer Jezus Christus in uw en mijn leven meteen gaat openvallen. Gods verkiezende liefde, dat kan. De Heer is vrij. Laten we hem dan ook vrij. En laten we het werk van de Heilige Geest ook in de manier waarop hij de Heer Jezus gaat toepassen in het hart van u en van mij niet inkaderen. Alsof wij God zijn. En tot in de detail toe kunnen beschrijven hoe God een mens bekeert. Wie dat kan, is nog onbekeerd. Die weet niet wat het is om te buigen onder het recht. En Jezus Christus te omhelzen. Daar verdwijnen alle bekeringsverhaaltjes. Er blijft alleen maar de triomf van Gods genade over. Maar het is wel een trek, gemeente, die de Heer ook in het leven van u en van jou, als je hem mag leren kennen, langzaam maar zeker wil openleggen. Deze Jozef, en u begrijpt dat we het nu hebben over die meerdere Jozef, is door de Heer aangesteld om een rest in het leven te houden. Nee, niet een klein groepje, zo bedoelt Jozef dat niet. Maar dat is een woord wat je mag lezen tegen de inktzwarte achtergrond van Gods gericht over deze wereld. Waarom zocht de Heer mij op? Waarom verhoogde mij uit de drek, verwondering van Psalm 113? Waarom heeft hij mij geroepen uit de duisternis om de deugden van God te gaan verkondigen? Waarom keek hij naar mij om onder de prediking van het evangelie? Dan blijft toch niets anders over dan die verwonderende uitleg van Jozef om een rest in het leven te houden. Om te laten zien dat God in zijn verkiezende liefde boven mijn schuld en boven mijn zonde uitstijgt. Mijn dwaalwegingen en mijn afmakingen wil laten binden onder de heerschappij van zijn heerlijk koninkrijk. Haak daarnaar. Als je wel de Heere mag vrezen, maar nog zo worstelt met Gods verkiezende genade. Vraag aan de Heere om dat ook verder uit te mogen laten werken in je hart en in je leven. Zodat je leven ook bedding, houvast en rust krijgt. Je mag ernaar vragen, omdat Jezus Christus daardoor des te heerlijker en des te schoner gaat oprijzen in uw en mijn leven tegen de achtergrond van mijn zondig bestaan.
Het laatste punt. Dat is het werk van Jozef. Kijkt u even met me mee. We lezen nog één keer het vers. Doch God heeft mij voor uw lieder aangezicht gezonden. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden. Door een grote verlossing. Ziet u het patroon hier in Genesis 45, vers 7? Gezonden, behouden, leven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat er zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, behouden zou worden. En het eeuwige leven zou krijgen. Dat is nou het werk van Jozef. Gezonden, behouden, leven. Dan wil ik niet letten op de overeenkomst tussen Jozef hier in het Oude Testament en die Jozef in Johannes 3, vers 16. Het valt bijna één op één samen, toch of niet? En toch is er altijd verschil. Houdt u dat vast? Dat als je lijnen gaat trekken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, ook als het gaat om de type van Christus, dat je niet alleen moet letten op de overeenkomst, maar ook op de verschillen. Een type is uiteindelijk ook maar een type. Een mens, meer niet. En dat verschil maakt de heerlijkheid en het unieke van Jezus Christus alleen maar groter. Want Jozef zegt het nu, jaren later. Ik denk niet dat hij dat wist toen hij door die broers werd vastgegrepen. Kleren van zijn lijf werden gerukt en hij met een harde bons in die put viel. Ik geloof ook niet dat Jozef dat door had toen hij met een touw uit die put werd gehaald, vast werd gebonden en achter de kamelen aan kon rennen onderweg op weg naar Egypte. Ik denk ook niet dat Jozef dat heeft gedacht toen hij de slaapkamer van de vrouw van Potifar uitvlucht, terwijl ze bovenkleed bleef liggen in de handen van haar. God heeft mij gezonden om een grote rest in het leven te behouden. Ik geloof ook niet dat Jozef zich zo op de been heeft gehouden toen hij 2 jaar lang vergeten werd door de schenker. En de dagen aan één regen in de gevangenis van Egypte. Hij zegt het nu voor het eerst als hij terugkijkt. Wat een verschil tussen deze Jozef en de meerdere Jozef. Het Johannes-evangelie laat ons zien dat de meerdere Jozef daarvan ten volle bewust was toen hij opstond uit de schoot van zijn vader. Hem overviel het lijden niet. Het overkwam hem niet als een verrassing. Iets waarvan hij nooit had gedacht dat dat zou plaatsvinden. Nee, hij wist het. Hij was zich er ten volle van bewust. Hij stond ervoor, hij overzag het en hij keek er dwars doorheen. En hij wilde gezonden worden. Hij wilde. Dat was zijn keus. Dat was zijn overtuiging. Hij werd niet gedwongen door zijn vader, je moet gaan. Nee, hij zei, zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand.
Zo trad hij op aarde het lijden tegemoet. Hij doorzag het ongeloof en benoemde het. Hij voorzag zijn lijden en verkondigde dat in de kring van zijn discipelen de Zoon des Mensen moet gaan om te lijden en te sterven. Hij kleurde die woorden steeds concreter in. Lijden en sterven werden op enig moment gevangen genomen worden door de misdadigers. Gemarteld worden, lijden, gekruisigd worden, omgebracht worden. Hij wist het. Hij wist het toen hij liep door de straten van Jeruzalem, dragend zijn kruis, wat er zou gaan gebeuren. Hij wist het toen hij zijn armen uitstrekte en zich liet vastnagelen aan het hout en hangend in zijn wonden werd opgericht en zo kwam te hangen tussen hemel en aarde. En het eerste wat hij zei was: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat een heerlijk verschil, hè? Tussen Jozef, de zoon van Jacob, en de meerdere Jozef, de zoon van God de Vader. Jozef zegt het achteraf. En Christus wist het vooruit. Kunt u dat klein krijgen? Als je jezelf je plaats hebt leren innemen tussen Jezus' moordenaars. Als je zelf ook voor de zaligmaker hebt gestaan en beleden hebt dat het jouw schuld en jouw zonden en jouw ongeloof is, die hem die smarten heeft aangedaan. Als jij amen hebt leren zeggen op het oordeel van God, en je bent gaan realiseren dat hij die last van Gods toorn, de zwaarte van jouw schuld droeg, totdat hij daaronder verbrijzeld werd. En hij wilde dat. Waarom wilde u dat, o Heer Jezus Christus? Om te behouden. Om zalig te maken. Om te reinigen. Om de zonde te vergeven. Om daarin God te verheerlijken. Het verschil. Maar Jozef is ook een type, en dat is het laatste van morgen, van Gods kinderen. Nee, dat is niet op dag 1, als je de Heere kent, dat je dan achterom kijkt. De lijnen van Gods leidingen, van Gods zorg, van zijn liefde en van zijn voorzienigheid, als gouden draden in je donkere leven ziet oplichten. Maar er zijn wel van die momenten, naarmate je de Heere meer mag leren kennen, dat God je leven zo af en toe eens even stilzet. En dat je terugkijkt. Mag ik zo eens willekeurig wat momenten noemen? Ik denk maar gewoon heel eenvoudig, gemeente, aan een doopdienst, of niet? Waar zo sterk de trouw en de zorg van de Heere wordt uitgebeeld in de bediening van de doop. En ik heb het menig vroom ook hier in Sliedrecht horen zeggen, die nu ook juichen voor Gods troon. Dat ze in de omgang met de Heere, ook in hun leven, steeds meer die lijnen zagen teruglopen. Niet naar het eerste moment van hun bekering, maar via de doop tot in het hart van God. Dat die woorden die zo prachtig zijn, zo treffend zijn in doopsformulier: al het kwade mijn zelfs ten beste doet keren, met het hart werden verstaan en voor Gods aangezicht werden beleden. Wat gaat er een machtige prediking uit van de doop, hè? Nog zo'n plaats, het avondmaal. Gezonde, behouden, leven. Zeker, ik weet het, dat is vaak niet het geval bij de eerste gang naar het avondmaal. Dan heb je je handen vol aan jezelf. Maar als je je oefent, en daar is het avondmaal ook voor bedoeld, om je te oefenen in de omgang met de Heer. En er ook aan de avondmaalstafel toch van die momenten dat God je laat terugkijken.
En dat je niet gaat verklaren. Tot op de punt en de komma toe kan begrijpen en uitleggen waarom de dingen in je leven zo gelopen zijn zoals ze tot dat moment zijn gelopen. Maar dat je terugkijkt en wel dat patroon ziet oplichten. Gezonden, behouden, leven. Wat gaat daar een troost van uit? Zoals Jozef werd vertroost toen hij dat zei tegenover zijn broers. Hij zegt geen woord meer over een gevangenis. Hij heeft het niet meer over een put. Niet meer over de laster in het huis van Potifar. Niet meer over de smaad die hem overkwam. Nee, dan valt ons lijden, onze aanvechtingen, onze krassen op onze ziel weg in de schaduw van Gods trouw die zijn oorsprong vindt in de eeuwige liefde van God. Amen.